Rusland ging na 47 jaar weer terug naar de maan met de Luna 25. Maar helaas is de maanlanding mislukt. En hebben we bericht gekregen dat de Luna 25 is neergestort. Binnenkort weten we of India met de Chandrayaan 3 een succesvolle landing op de maan kan maken. En niet zomaar op de maan. Beide zijn van plan, of waren van plan, op de Zuidpool van de maan te landen. En waarom nou die Zuidpool? Dat we eigenlijk nu, als we teruggaan naar de maan, daar naartoe willen gaan om het te blijven. En dat betekent dat je een basis wil bouwen. En die basis die, nou, moet aan allerlei randvoorwaarden voldoen natuurlijk. Die Zuidpool van de maan is namelijk een bijzondere plek waar, als je op de goede plek staat, op de hoge randen van de kraters, altijd de zon schijnt. En dat is mooi, want we willen allemaal weer terug naar de maan. Amerika, China hebben allemaal vergevorderde plannen om weer met mensen op de maan te landen. En niet om er zomaar te landen en weer terug te gaan, maar om er te blijven. Er zijn plannen voor een basis op de maan. En ja, die moet je dan bouwen op een plek waar de zon nooit ondergaat. Want daar kun je je zonnepanelen neerzetten, dan heb je 24 uur per dag stroom. Diezelfde kraters met die hoge randen, die zijn heel diep. En op de bodem van die kraters, daar komt nooit de zon. En inmiddels weten we dat daar water is in de vorm van ijs. En dat is mooi, want dat water, dat kun je weer gebruiken als drinkwater. En met de stroom uit je zonnepanelen kun je dat water, H2O, splitsen in waterstof en zuurstof. En dat is handig, want zuurstof kun je inademen. En waterstof en zuurstof samen, dat vormt hele krachtige raketbrandstof. Dus op de Zuidpool van de maan kun je je eigen raketten weer gaan bijtanken. Daarom willen we naar de Zuidpool. Maar het is best wel moeilijk om daar te landen. Want ja, als je vanaf de aarde vertrekt, dan volg je, ja, eigenlijk draai je een paar rondjes om de aarde. Ongeveer de hoogte van de evenaar. Je gaat snelheid maken en op een gegeven moment heb je dan voldoende snelheid om los te breken van de aarde en je gaat richting de maan. Bij de maan vlieg je dan ook weer, als je daar aankomt, steeds kleinere rondjes rondom de evenaar. En op een gegeven moment moet je zorgen dat je op de goede plek komt. Dus je moet gaan bijsturen, zodat je over de polen heen gaat vliegen. En dan kan je dus zien waar je landingsplaats is, je kan er opnames van maken. En uiteindelijk moet je dan afremmen om op die goede plek op de Zuidpool te komen. Nou, al die baanveranderingen, dat luistert allemaal heel erg nauw. En waarschijnlijk is het bij die baanveranderingen ergens misgegaan. Hopelijk gaat het in de toekomst verder goed. Weten we binnenkort of India een zachte landing op de Zuidpool van de maan heeft gemaakt. En over een aantal jaren zullen hier dus ook de allereerste mensen weer gaan lopen.